In het UMC Utrecht hebben artsen en onderzoekers de handen ineengeslagen en een nieuwe methode ontwikkeld om een therapie voor hartfalen te verbeteren. De cardiale resynchronisatietherapie is een behandeling voor patiënten met ernstige hartfalen. Hierbij wordt een pacemaker of defibrillator met 3 stimulatie-elektroden in het hart geïmplanteerd. Bij ruim 1/3 van de patiënten slaat deze therapie niet voldoende aan. Een speerpunt van het UMC Utrecht is de verbetering van behandeling van hartfalen. De nieuwste innovatie op dit gebied is CardBox, een software toolbox die de operateur door de implantatie van de stimulatie-elektroden leidt. CardBox gebruikt standaard MRI-beelden van het hart om de hartfunctie van patiënten met hartfalen in beeld te brengen. De MRI-beelden worden geïmporteerd in de CardBox software. Met behulp van de algoritmes in de software wordt bepaald wat de beste plek is voor het plaatsen van de stimulatie-elektrode. Als de patiënt op de behandelkamer wordt gebracht, verandert er voor de patiënt niets aan de behandeling. Via een incisie, vlak onder de linkerschouder, worden de stimulatie-elektroden opgevoerd naar het hart. In deze animatie ziet u hoe 2 van de 3 stimulatie-elektroden in de rechterboezem en de rechterkamer zijn geplaatst. De 3e stimulatie-elektrode is de moeilijkste elektrode. Deze wordt in een bloedvat op de linker ventrikel geplaatst. Voor een optimaal effect van cardiale resynchronisatietherapie moet deze stimulatie-elektrode worden geplaatst in een gebied waar geen infarct zit, waar de contractie van het hart vertraagd is en waar geen zenuwbanen lopen. Hier ziet u hoe tijdens de implantatie de doelgebieden voor de linker ventrikeldraad in het groen worden weergegeven. Op deze manier heeft de arts tijdens de procedure alle informatie beschikbaar en kan zo de linker ventrikeldraad op de optimale plaats leggen. Met behulp van de CardBox-technologie weten we al voor de ingreep waar we de stimulatie-elektroden het best kunnen plaatsen. De operatie verloopt zo gemakkelijker, doelgerichter en sneller. Iedere patiënt krijgt met deze methode de best mogelijke behandeling. We verwachten dat deze innovatie snel in iedere hartcatheterisatiekamer waar cardiale resynchronisatietherapie plaatsvindt, te vinden zal zijn.